Ja, we zijn in beeld. Van harte welkom bij de derde meetup van de kennistafel Effectief Leesonderwijs. Mijn naam is Bart Staaien, ik ben leraar in het basisonderwijs, daarnaast lid van de lerarenraad van het lerarencollectief en lid van de kennistafel Effectief Leesonderwijs. Vandaag staat in het teken van Effectief Leesonderwijs, geïnitieerd door de kennistafel. We hebben al twee meetups gehad. In de allereerste meetup hebben we gekeken naar de elementen van effectief leesonderwijs. Wat is dat nu eigenlijk? In de tweede meetup hebben we het gehad over de kwaliteitskaarten die in ontwikkeling zijn. Die leraren, schoolleiders moeten helpen om het goed te kunnen implementeren op school. Vandaag hebben we de derde meetup. En daarbij bieden we theoretische en praktische kennis over effectief leesonderwijs. Het volgen van de leesontwikkeling en hoe je dat nu verandert in je school. Daarvoor zitten bij mij aan tafel Anneke Smits, lector van het Windesheim en mede-auteur van het boek Rijke Taal. Mark Brian, locatiedirecteur van het Bonifatius MAVO in Emmeloord. En jouw collega Dirande van de Weert, leerkracht aardrijkskunde, heb ik net gehoord. En die was al heel blij met de achtergrond die we hier hadden. Ja, super. Mijn gasten houden vandaag een presentatie en daarna gaan we verder in gesprek hier aan tafel. Daarvoor heb ik enkele vragen voorbereid, maar die zijn vast niet zo goed als de vragen die jullie kunnen bedenken. Dus zien jullie zo meteen de presentatie en willen jullie iets vragen aan Anneke of aan wie dan ook hier aan tafel? Zet de vragen alsjeblieft in de chat. Ik krijg ze hierdoor en wie weet stel ik jouw vraag hier aan tafel. We hebben ook een bepaalde tijd, dus we kunnen niet alle vragen beantwoorden, maar we zullen er een aantal uithalen in ieder geval. Goed. Na de presentaties en de gesprekken hier aan tafel hopen we dat jij nieuwe inspiratie hebt opgedaan om het leesonderwijs op jouw school verder te verbeteren. Optioneel kun je daarna nog verder praten in breakout rooms om daar kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarover vertel ik jullie later meer. Nou, alle organisatorische punten behandeld. Volgens mij is het tijd voor de inhoud. Effectief leesonderwijs, wat is dat nu eigenlijk? Dat gaan we even bekijken in een filmpje. Lezen is een complex proces waarbij veel zaken tegelijk gebeuren. Het gaat om woorden herkennen, betekenissen toekennen, grammaticale en andere taalkennis gebruiken om verbanden tussen de woorden en zinnen te kunnen leggen. Nederlandse leerlingen hebben moeite met het diep verwerken van teksten. Hun leesvaardigheid, maar ook hun leesplezier daalt. We weten heel goed wat goed leesonderwijs is. En dat weten we omdat er veel onderzoek naar gedaan is. Zowel in het buitenland als hier in Nederland. En al die kennis is verzameld. Wat nu belangrijk is dat we die kennis ook gaan gebruiken. Dat die kennis wordt omgezet in het handelen van de leerkracht. Zodat die weet wat er op schoolniveau in zijn klas moet gebeuren. De dalende leesvaardigheid is een acuut maatschappelijk probleem. Met de toepassing van elementen van effectief leesonderwijs kunnen scholen het verschil maken en hun leerlingen helpen om teksten diepgaand te verwerken en het leesplezier weer te vergroten. Elementen die toegepast kunnen worden zijn bijvoorbeeld: leer leerlingen vloeiend lezen. Lees langer over hetzelfde onderwerp. Laat leerlingen doelgericht lezen met passende strategieën. Gebruik rijke en gevarieerde teksten. Laat leerlingen actief met het gelezene aan de slag gaan. En laat leerlingen hun eigen voorkeur ontdekken en volg de leesontwikkeling. Ja, ik denk toch, wij maken het onderwijs, hè. Wij staan met onze voeten tussen de bankjes en zien ook waar het misgaat. En zijn steeds aan het worstelen, hoe krijgen we die leesvaardigheid omhoog? Ik heb als directeur de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elke leerkracht het onderwijs zo kan organiseren dat leerlingen daarvan profiteren. In mijn rol als afdelingsleider vind ik het belangrijk en stimuleer ik de docenten om aandacht te hebben voor het lezen. Dat doen we door tijd vrij te maken, maar ook aandacht te hebben überhaupt voor lezen, voorlezen, voor jezelf lezen en vooral plezier hebben ook in lezen. Het is het samenspel tussen de leerkrachten, een IB'er of een leescoördinator en een directeur. En die moeten dus met elkaar gaan samenwerken
om goed onderwijs te realiseren. Het is belangrijk dat leraren bewust gebruik maken van de elementen van effectief leesonderwijs en dat ze deze in samenhang aan de orde laten komen. Dan wordt direct de leesmotivatie van leerlingen gestimuleerd. Want we weten, leesvaardigheid en leesplezier gaan hand in hand. Wat we nu zien in de klassen is dat steeds meer kinderen lees echt leuk zijn gaan vinden. Als we kijken naar 5, 6 jaar geleden, dan zagen we dat bijna niet. Een aantal kinderen wel, maar nu ook de kinderen die moeite hebben met lezen, die geven nu aan van, vinden het eigenlijk wel heel erg leuk om te lezen. Wat je ook terug hoort is van docenten, dat ze weer eigenaar worden over het leerproces. Dus geen slaaf van de methode, dat je heel veel energie ook krijgt als je zelf teksten mag maken, dat je met elkaar je onderwijs weer vorm geeft. Ik hoor dat echt tussen dat mensen, ik word hier blij van wat ik zie. En dat ervaar ik zelf ook heel sterk. Effectief leesonderwijs is cruciaal om de daling van leesvaardigheid onder jongeren tegen te gaan. Effectief leesonderwijs betekent beredeneerde keuzes maken vanuit een heldere visie die doorklinkt op alle niveaus. Want inderdaad, elke school loopt er tegenaan. Je hebt een curriculum, dat is mega. Elk maatschappelijk probleem wordt in de school gebracht. En dat is aan jou als schoolleider, maar ook samen met je team, om te kijken waar willen wij nu prioriteiten stellen. En ik denk dat elke school de prioriteit bij lezen kan leggen, want dat is gewoon een basisvak. Dus het betekent wel dat je keuzes moet maken. Ja, ik zeg wel eens, als je niet goed kan lezen, ben je gehandicapt in Nederland. We zijn een kenniseconomie en we hebben lezen nodig voor ons werk, maar ook om te studeren, maar ook voor het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van de krant of brieven die je krijgt van de gemeente. Dus je kunt eigenlijk niet goed mee functioneren in onze maatschappij. Dus het is echt essentieel dat iedereen kan leren lezen. Ja. Goed leren lezen is een hele uitdaging. Bewezen effectief leesonderwijs helpt je daarbij. Nog een keer. Nou, dat is niet nodig, Mike. En hij is weer uit. Ja, super. Ik zag al heel even in de chat voorbij komen, waar is dit filmpje nu te vinden? Nou, mocht je hem later nog eens terug willen kijken, hij staat op YouTube. Kijk even bij Kennistafel Effectief Leesonderwijs. Daar is overigens ook de eerste en de tweede meetup en waarschijnlijk ook deze uiteindelijk weer terug te kijken. Bij de eerste en tweede meetup waren de mensen die je in het filmpje zag ook de gast. Dus wil je er nu meer over weten en heb je de eerste en tweede meetup nog niet gezien, doe dat niet nu, maar kijk hem een ander moment even terug. We zitten hier aan tafel en ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is nou het laatste onderwijsboek wat je hebt gelezen? Anneke, mag ik met jou beginnen? Eigenlijk is dat, ik ben bezig met te verdiepen in kinderboeken eigenlijk al heel lang hoor, sinds ik werk in dit vakgebied. En er zijn tijden dat ik me vooral bezighoud met kinderboeken. Dus dat is nu Het Kleine Huis bij de Rivier van Selma Noord. Ik denk dat iedereen die zich op school, maar ook op de hogeschool en op lerarenopleidingen bezighoudt met het leren lezen van kinderen, dat die zelf heel veel kinderboeken gelezen moet hebben. Dat is een onderdeel van, ja, van wat ik bestudeer eigenlijk. Nou, fijn om te horen, super. Zet ook even in de chat trouwens, wat is het laatste onderwijsboek dat je hebt gelezen of waar je misschien nu in aan het lezen bent. En wie weet kun je elkaar ermee inspireren. Mark, wat is het laatste boek wat jij gelezen hebt of nu aan het lezen bent? Twee, eentje die lezen wij volgens mij allebei samen. En gisteren was dat Woeste Willem. Dat was met mijn zoontje. Toen mocht ik voorlezen. Ja. En verder het boek Regie in de Klas van Tom Bennett. Is een boek waar we met het team eigenlijk mee bezig zijn. Super. En die randen? Ja, ook Tom Bennett. Running the Room. Naar aanleiding van ons bezoek aan Londen. We zijn er bij Michaela Community School geweest in Londen.
En daar zijn we zo geïnspireerd geraakt door regels, afspraken en effectief lesgeven. Dat we met elkaar dat boek zijn gaan lezen om te kijken hoe kunnen wij dat binnen onze school implementeren. Dus, daar gaan jullie ons straks geloof ik nog meer over vertellen. Zeker. Ik heb al stiekem de PowerPoint gezien namelijk, hartstikke goed. Ik ben zelf weer met aan het lezen in De School als Werkplaats. Het boek van de Alan Turing School in Amsterdam. Geschreven door Eva Nijkens en Martin Bootsma. Dat is ook echt wel een aanrader, vind ik. Dus, mocht je die nog niet gelezen hebben, ik zal er misschien ook nog één bijdragen. Een prachtig boekje. The Learning Rainforest van Tom Sherrington. Waarin hij eigenlijk de klas vergelijkt met een regenwoud. En een waanzinnig mooi boekje. Super, we schrijven mee. Dankjewel. Hey Anneke, je gaat ons meenemen in de rol van rijke taal. De leesontwikkeling van leerlingen, de ontwikkeling van leraren en de rol van de schoolleiding. En daar heb je een presentatie over voorbereid. Dus ga je gang. Wij zijn benieuwd. En mocht je nu vragen hebben, zet ze in de chat. Aan het einde komt Anneke weer terug en kunnen we die hier aan tafel stellen. Nou ja, we gaan nog heel even terug, maar dit zit ook in de eerdere meetups. Van wat heb je eigenlijk nodig om geschreven taal te begrijpen? Je moet kunnen decoderen. En dat is natuurlijk wat in groep 3 plaatsvindt. Hè. Dat zou, als het goed is, echt toch in het voortgezet onderwijs, ik kijk even naar mijn collega's, opgelost moeten zijn. Maar degenen die mij beter kennen, die weten ook dat ik jarenlang met kinderen van 12 tot 14 heb gewerkt, bij wie dat nog niet opgelost was. Dus heel vanzelfsprekend is het ook weer niet. Verder heb je nodig om geschreven taal te begrijpen een rijk ontwikkeld netwerk van taal, kennis en ervaring. En sommige kinderen krijgen dat van huis uit mee. En wij zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle kinderen dat meekrijgen. Dat is nou de schoonheid van onderwijs, dat we dat alle kinderen kunnen meegeven. En dat is ook waar we iedere dag over na moeten denken. Is het rijk genoeg? Draagt dit bij aan het netwerk van taal, kennis en ervaring? Of draagt dit eigenlijk niet bij? Ik zal straks een paar voorbeelden laten zien. We voeden dit op school door rijke taal te koppelen aan kennis. Dat wil zeggen, ik ben niet iemand die leesonderwijs nog als iets separaats ziet. He, alleen maar los lezen en tekstjes die er eigenlijk niet toe doen. Nee, de kennis die we opdoen en de ervaring die we opdoen op school is minstens net zo belangrijk voor het zich ontwikkelende taalnetwerk en voor het begrip van teksten. Want uiteindelijk is het zo, als ik van een onderwerp niks begrijp, zal ik die tekst ook niet begrijpen, hè? Ik begrijp pas teksten als ik het onderwerp doorgrond. Nou, en we zijn in de unieke positie dat we gelukkig ook wereldoriëntatie en burgerschap mogen onderwijzen. Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschap en ik vergeet er vast nog techniek. Ik vergeet vast nog belangrijke vakken. Ik ga nog even herhalen hier. Wat zijn nu sleutelprincipes voor leesbegrip? En ik zeg daarmee leesbegrip. En dat werd net in het filmpje ook al gezegd, is een complex iets. Dat is eigenlijk niet één ding. Ongelooflijk afhankelijk van het kennisnetwerk en het ervaringsnetwerk wat je in je hoofd hebt. Sleutelprincipe 1 is rijke taal. Rijke taal op school ontwikkelt rijke taal. Waarom komen sommige kinderen met een arme taalontwikkeling op school? Dat is omdat ze in een taalarme en vaak anderszins heel positieve omgeving opgroeien. Daar moet je ook geen. Maar hun omgeving kan eerder taalarm zijn. En dan moeten wij zorgen voor een optimaal taalrijke omgeving. Boeken met rijke taal zijn de krachtigste leermiddelen die we hebben op school. Voorlezen en zelflezen gebeurt op school. En het is natuurlijk hartstikke mooi als we het zover krijgen dat kinderen dat ook thuis doen. Maar in de eerste plaats zeggen Erna en ik, Erna van Koeven, mijn collega met wie ik altijd samenwerk, wij zeggen altijd, school, het is mooi om te lezen op school, maar school heeft een natuurlijke vervelingsfactor die maakt dat het ook heel erg fijn is om in een goed boek te raken en even helemaal te genieten van wat daar gebeurt.
te worden getransporteerd in tijd, ruimte en ervaring. De beste interventie, ook voor leesmotivatie, is een goed boek. Want je raakt pas gemotiveerd als je dat voor het eerst ervaren hebt. We kunnen niet van buitenaf leesmotivatie oefenen of bevorderen. De beste manier is kinderen helpen aan hun eigen home run boek te komen. Wereldoriëntatie is essentieel voor leesbegrip. We hebben daar ook steeds meer bewijs voor dat dat zo is. Het wordt steeds duidelijker dat het dus een doodlopende weg is om te zeggen, we gaan nog meer tijd voor separaat lezen en taallessen geven. Nee, we moeten eigenlijk gaan naar een betere integratie van taal en wereldoriëntatie. Langerlopende thema's bouwen leesbegrip op, want als ik vandaag tekstje X behandel over onderwerp X en morgen tekstje Y over onderwerp Y, dan ben ik helemaal niks aan het opbouwen. Ik moet langer in datzelfde zinvolle thema zitten. De meest gestelde vraag, de million dollar question die wij krijgen is, wat is nu eigenlijk dan rijke taal? En ik moet ook zeggen dat de term rijke taal uit een soort armoede is ontstaan. Dat wil zeggen, we hebben de term rijke taal nodig omdat de taal op school vaak zo arm is. Dus het is als een soort tegenwicht. Dus je moet er niet te moeilijk over denken over rijke taal. Daar gaat het eigenlijk over. Het is niet zwaar literair of weet ik veel wat, maar het is gewone taal die niet vereenvoudigd is of aangestuurd door schoolse doeleinden. Dus niet vereenvoudigd onder invloed van AVI en CLIP. En niet een soort begrippenlijstje erachter en dan de tekst maken en daar moeten al die begrippen in voorkomen. Daar wordt nooit geen goede tekst, kan ik je zeggen. Daar hebben we al duizenden voorbeelden van in Nederland. Vraag is dan, is rijke taal eerder in boeken of in losse teksten? Het onomstotelijke antwoord is, rijke taal die we nodig hebben voor de taalontwikkeling op school zit in hele boeken. En zelfs ook in hele series of in boeken van veel schrijvers. Teksten, dat zullen we straks nog tegenkomen, hebben eigenlijk weinig tot geen invloed op leesbegrip. Losse teksten. Is het fictie of is het non-fictie? We zijn in Nederland de laatste tijd ontzettend de kant uitgegaan van heel veel non-fictie, want we hadden te weinig non-fictie op school. Helaas blijkt dat het juist de fictie is, fictieboeken, verhalende boeken. En dat kan ook zijn een verhalend non-fictieboek. Er bestaat prachtige verhalende non-fictie. Er bestaat ook prachtige verhalende fictie, non-fictie, een beetje op de grens, zeg maar. Maar het gaat erom dat een mens is een verhalend wezen en heeft verhalen nodig. En ook verhalen die langer duren, zodat woordenschat vaker terugkomt in lichtwisselende contexten binnen datzelfde langdurige verhaal. En dan wordt woordenschat vanzelf verworven in een enorm tempo. Moet dat allemaal per se literair zijn? Nee. Moet het authentieke taal zijn? Vanuit authentieke doelen geschreven door de schrijver? Of vereenvoudigd, AVI-CLIP, nou, authentieke taal, echte taal. Doen we dat thematisch in serie of moeten we heel verschillende boeken voorschrijven? Er zijn scholen, ook scholen waar mijn kinderen op hebben gezeten, die zeiden ja, als je nou één boek van die schrijver hebt gehad, dan moet je wel naar een andere schrijver. Dit is zo ontzettend no-go area. De meeste kinderen maken een fase door waarin ze wat we noemen doorlezen in één soort boek. Of één soort schrijver, een veelschrijver, Carrie Slee om een dwarsstraat te noemen. Of een serie. Heel vaak is dat een serie. Er is geen serie ter wereld waarvan meer kinderen hebben leren lezen die dat heel moeilijk vonden dan Harry Potter. En dat wil niet zeggen dat Harry Potter voor iedereen de serie is, maar Harry Potter nog steeds de absolute top. Zoveel dyslectische leerlingen, ik kom uit de wereld ook van de zeer zware dyslexie, zoveel dyslectische leerlingen hebben zich door al die delen van Harry Potter heen geworsteld en leren lezen. Moeten die boekjes dik of dun zijn? Hangt er een beetje van af. Maar dik is meestal beter, want hoe meer woorden erin staan geschreven worden, hoe beter dat het is.
Mag het ook via audio, mag het ook digitaal. Fysiek heeft vaak een voordeel boven digitaal, maar voor sommige kinderen niet. Sommige kinderen zijn bang geworden van een dik boek te zien. En die zeggen, doe mij dat maar op een e-reader, want dan zie ik niet hoe dik het is. Audio is een uitstekend middel om kinderen aan het lezen te krijgen. En het fijne is dat het qua taalontwikkeling minstens gelijk is aan een fysiek boek. Dus kinderen met ADHD of wat voor reden dan ook, tijdelijke concentratieproblemen die verergerd zijn door corona. Audioboeken zijn een uitstekend alternatief en moeten altijd voorhanden zijn. Eigen keuze of voorgeschreven. We hebben generaties kinderen in Nederland gedemotiveerd met voorgeschreven boeken. Er is niks adaptievers dan lezen. Voorlezen is heel anders. Ik kan, als ik boeken bekend wil maken bij kinderen, kan ik die voorlezen. Dat is prima. Maar zelf lezen, dat is iets wat eigen keuze moet zijn, maar waarbij je natuurlijk wel kunt ondersteunen als leerkracht. Hey, je laat dat niet los. Je probeert dat kind zo goed te leren kennen dat je weet wie die is en wat hij zou moeten kiezen. Wat is rijke taal? Het Pungelhuis van Annette Huizing. Mijn vader kan fietsen met één been. Hij heeft ook maar één been. Anderhalf, om precies te zijn. Hij kan fietsen met één been en een baby in een draagzak op zijn buik en zijn krukken over het stuur. Dat van die baby heb ik nooit gezien, want die baby was ik zelf, maar hij heeft dat verteld. Hij vertelt het vaak, alsof hij het wereldkampioenschap fietsen met één been en een baby heeft gewonnen. Je had moeten zien, begint hij dan. Ging ik met jou op de fiets naar de crash, stond iedereen naar me te kijken. Sommige moeders zeiden recht in mijn gezicht dat het onverantwoord was. Onverantwoord met zo'n jonge baby. Wat als ik zou vallen? Maar ik viel niet. Waarom zou ik vallen? Dit boek is shortlisted op dit moment voor de Thea Beckman prijs. Dus ik heb dit keer, ik doe heel vaak, de laatste tijd heb ik heel vaak films die nergens draaien een stukje uit voorgelezen. Ook zo'n schitterend boek. Maar dit is ook, ik las dit stukje en toen heb ik meteen het boek gekocht en gelezen. Een ander voorbeeld is de Antarctische ijsfits van Rijke Taal van Bibi de Montac. Als, ik doe een heel klein stukje, als de winter komt, echt komt, met al zijn ijzigheid. Als hij zichzelf over het land heen legt, echt heen legt, met zijn witte klauwen en vinnige kou, dan staat iedereen te kijken van wauw, echt wauw, we waren vergeten hoe mooi dat was. Rijke taal in dit geval, in beide gevallen ook nog literair. We zullen straks zien dat het ook anders kan. Een derde voorbeeld, hier heb ik een vraagteken voor gezet, komt uit een van de veelgebruikte. En dus de vraag is, is dit rijke taal? Komt uit een van onze veelgebruikte methodes. Stamppot boerenkool is verkozen tot nationaal gerecht van Nederland. Nederland heeft vanaf nu een nationaal gerecht, stamppot boerenkool. Deze kost is verkozen tot nationaal gerecht in een peiling van Quest. De boerenkoolstamp versloeg daarmee een ander typisch Nederlands gerecht. Andere typisch Nederlandse gerechten zoals snert en kapsalon. Nederland heeft een nationale kleur, oranje. We hebben met Koningsdag een eigen Nederlandse feestdag. Er is sinds 2015 zelfs een nationale vogel, de grutto. Maar een nationaal gerecht hadden we nog niet, dus ging Quest op zoek. De uitkomst van die zoektocht, volgens de ondervraagde Nederlanders, is stamppot boerenkool, de nationale hap. Ik doe de rest niet. Is dit rijke taal? Wat gebeurt hier eigenlijk? Hier wordt eigenlijk bazaal ontzettend vaak hetzelfde gezegd. Je hebt nu ongeveer 5 keer gehoord, nou dat is overdreven, dat de stamppot boerenkool is verkozen tot het nationale gerecht. Dat staat er ook, daar staat een mooi plaatje bij van stamppot boerenkool. En voor de rest is er een hele verbazingwekkende overgang
tussen de eerste en de tweede alinea, waar ineens gezegd wordt: Nederland heeft een nationale kleur. Weet je, dus het is horterig en stoterig. En nergens raakt het ons, dit. Althans, mij niet precies. Ik denk wel, als je ontzettend houdt van boerenkool, dat het kan. Maar hij voldoet dus op een aantal plekken al niet aan de criteria die we hebben voor rijke taal. En uiteindelijk is het ook het gevoel wat we erbij hebben. Voelen wij dat dit rijke taal is? Nou, ik in ieder geval vrij duidelijk niet. Bovendien is het een losse tekst. Hij past wel in een klein themaatje met andere eigen Nederlandse etenseigenaardigheden. Het meest curieuze komt misschien nog. Met deze tekst moeten dit soort oefeningen gedaan worden. Waarmee je eigenlijk zegt, die tekst is niet belangrijk. Stap 1, ik zal het niet helemaal doorlopen. Markeer de titel en de tussenkopjes. We gaan de titel, dat het gerecht boerenkool is verkozen, gaan we markeren. Lees de eerste alinea en markeer de woorden die je helpen om het onderwerp te vinden. Bekijk de afbeelding, wat zie je op de afbeelding? Noteer het onderwerp van de tekst. Wat weet je al over het onderwerp? Kijk, dit is met de beste bedoelingen is dit gemaakt. Maar dit is zo verschrikkelijk doorgeslagen. Vroeger, zegt een van mijn collega's, besteden we zomaar tijd in onze lessen Nederlands aan prachtige literatuur, aan gedichten. En voor het examen deden we even een lesje of 4, 5 waarin we ze voorbereiden, de kinderen, op het examen. En nu maakt dit zo'n ontzettend belangrijk deel. Kijk, dit mondt natuurlijk in stap 4, mondt dit uit in de hoofdgedachte. Maar ja, je denkt ook wel van, willen we nu echt VMBO-leerlingen als kleuters behandelen? Wat gebeurt hier eigenlijk? En bovendien, kleuters behandelen we eigenlijk niet zo, want die lezen we Woeste Willem voor. En de mol die wou weten wie er op zijn kop gepoept werd. Briljante literatuur. En we zijn ergens verkeerd gegaan, want we hebben gedacht, we hebben nu al die prachtige referentieniveaus en we moeten dit soort tekst en dat soort tekst. Maar uiteindelijk wordt op dit moment heel duidelijk geïdentificeerd het fictie-effect. Namelijk hele verhalende boeken, of ze nu een non-fictieverhaal of een fictieverhaal zijn, maar ze moeten een goed verhaal zijn, leiden tot beter begrip op begrijpend leestoetsen en dus op non-fictie. Korte non-fictie-effect teksten kunnen we heel lang mee rommelen. Geen effect. Digitale teksten, negatief effect. Verminderen onze concentratie. Dus fictie is fictie lezen en voorlezen. Want ook als we fictie voorlezen, dragen we bij aan de begrijpend leesvaardigheid van onze kinderen. Maar überhaupt aan de opbouw van hun kennis, als je dat doet in het kader van een vak als aardrijkskunde of geschiedenis. Fictie is nodig om dit te doen. En in plaats van dat we steeds maar gestuurd lijken te worden door wat de toetsvragen vragen. Het rare is ook dat we dat doen in weerwil van het feit dat op de basisschool vaak ook al een paar jaar aandacht is besteed aan de hoofdgedachte. Moeten we dat nou volhouden tot 6 VWO? Hoe kan dat eigenlijk? Bestaat die hoofdgedachte eigenlijk wel als we daar zo lang mee bezig kunnen zijn? Nou, die van die stamppot is nog wel te bedenken, maar er is natuurlijk, hoofdgedachte is ook wel ergens een tikje een dubieus concept. Omdat wie jij bent en wat jouw mentaal netwerk bevat, maakt wel uit voor wat voor jou de hoofdgedachte is in een tekst. Als het een goede is, adverteert hij het niet zo verschrikkelijk als die tekst over stamppot. Voorwaarde 1 om voor goed leesonderwijs op school is de boekcollectie. Links zie je er een schoolbibliotheek op een VO-school. Je ziet daar links het embleempje van de bibliotheek op school. Ik zou altijd aanraden dat in samenspraak met je openbare bibliotheek te doen. Rechts zie je een ontzettend mooi uitgeruste bibliotheek op een basisschool. Het eerste wat we nodig hebben is boeken. Als we geen goede boekcollectie hebben, komen we er niet. Daar hebben we ontzettend veel voorleesboeken en boeken die kinderen zelf ook kunnen lezen. Ik weet dat dit type boeken wat in de zone van een entwegontwikkeling ligt, zeg maar.
Dat type boeken is heel vaak toch slecht voorhanden op school. Dus vaak bestaan schoolbibliotheken, en dat is ook heel belangrijk, uit boeken die kinderen graag lezen. Maar als kinderen een stuk verder zijn, is er opeens niet zoveel meer. En we hebben hier voor voorlezen hebben we boeken nodig die passen bij de thema's die we bij aardrijkskunde en geschiedenis behandelen en bij burgerschap. Die linker twee bijvoorbeeld bij de oorlog en die rechter twee bij de Gouden Eeuw. Dat geeft een... Deze twee boeken geven een ongekend voelbare context bij deze vakken. Die vaak de methodes ook voor deze vakken zeer vergaand ontstijgt. Je ziet in deze boeken ook de dilemma's die in die geschiedenis gezeten hebben. Je ziet multiperspectiviteit. Maar voor de rest hebben we natuurlijk veel series en veel boeken van veel schrijvers nodig voor alles wat kinderen zelf gaan lezen. We zien hier al natuurlijk Harry Potter. We zien hier iets eventjes voor de groepen in de basisschool. Series. We zien de prachtige boeken Rotkat. Oh. Ja, sommige van die boeken. Hoe kom je nou aan dit soort boeken? Nou ja, eigenlijk de belangrijkste bronnen zijn 1. Je leerlingen. Ik vond dat bij ons op school altijd, ik werkte op een VSO-LOM, was het heel verbazingwekkend wat zelfs zwaar dyslectische kinderen konden zeggen. Als je ze vroeg, wat zou jij nou graag willen dat wij voor boek gingen kopen op school? En dan zeiden ze, ik wil graag dat boek, terwijl dat kinderen waren waarvan wij dachten, die hebben nog nooit een boek uitgelezen. Hè? En die kwamen allemaal met boeken. En de dag dat die boeken kwamen en dat duidelijk was dat dat hun boeken waren die zij gekozen hadden. Ja, dat vergeet je nooit meer. En ik moet zeggen dat na die dag onder leesresultaten van onze school geweldig stegen. Gewoon, dat was hun bibliotheek. Onze goede bron is natuurlijk ook de openbare bibliotheek. En een goede bron zijn die 3 sites die daaronder staan. Dus bezoek die. Het zijn mijn lievelingssites. Op dit moment ben ik ontzettend... Ik ben natuurlijk altijd al heel erg verrukt van leesbevordering in de klas. Ook geschikt voor VO trouwens, want dat is heel veel bovenbouwboeken. En de jeugdbibliotheek natuurlijk zo verschrikkelijk praktisch. Je kunt ook daar allemaal thema's aanklikken, waardoor als je bij een bepaald thema van jouw vak iets wil doen, dan kan je dat daar vinden. En frappante fragmenten, zo prachtig. Ja, dat bevat zulke mooie lijsten kinderboeken. Dat raad ik voor iedereen aan. Voorwaarde 2 is natuurlijk tijd en roostering. Als we geen tijd maken om te lezen, ja, dan komt het niet goed en dat moet ook geroosterd worden. Eigenlijk zijn dit 2 duidelijke voorwaarden op schoolniveau. Dit kan je als individuele leerkracht niet doen. Je kunt nog eens zeggen, ik ga een stel afgeschreven boeken voor een prikkie halen bij de openbare bibliotheek. Maar besef alsjeblieft dat die boeken om een reden zijn afgeschreven. Dus dat heel vaak toch ook niet echt... Dus de vraag is ook wel, wat doe je niet meer? En wat doe je wel? Hoe regel je het zo? De Bonifatius Mavo zal daar zo ook echt even iets over vertellen, over hoe zij dat geregeld hebben. En je zult van mij begrijpen dat methodes voor voortgezet lezen en methodes voor begrijpend lezen, tenzij je die enkele hele goede hebt, voor begrijpend lezen, ja, maar... Daar kun je belangrijk op bezuinigen, want het is onze verantwoordelijkheid om werkelijk rijke taal de school in te brengen. En op het moment dat een taalmethode zulke arme taal de school inbrengt, en ook nog eens op die manier laat oefenen dat het helemaal niet verwonderlijk is dat wij op nummer 77 in de wereld staan qua leesmotivatie, dan moeten wij met z'n allen daartegen opstaan. Dus wat niet meer, er is een hoop tijd te winnen door dat soort dingen niet te doen. Er is ook een hoop tijd te winnen door kinderen niet eindeloos in een hoekje of in de klas achter multiple choice oefeningen op een computer te zetten. Ik bedoel, er is eigenlijk heel gemakkelijk tijd te winnen, zegt zij. Nou ja, wat doe je wel? Je gaat kijken, hoe versterken wij elkaar bij lezen en aardrijkskunde en geschiedenis en biologie? Dus ik weet van een project wat we deden met CPS een aantal jaren geleden, dat werkte verschrikkelijk goed. En er kwam zelfs een soort
iets op gang tussen die secties. Want geschiedenis had heel gauw door dat ze graag mee wilden doen. Want je kunt veel makkelijker historisch besef kweken als je goede boeken hebt. En een echt verhaal uit die tijd. En wij zeggen altijd minstens 2 boeken per thema, waardoor je ook al multiperspectiviteit inbrengt. En nou ja, dat ontstijgt vaak gauw zo ver de kwaliteit van je methode, dat je ook denkt van, nou, dit moeten we misschien... ik bedoel, dat volgt dan vanzelf wel, dat je denkt van, wat ik nu doe, daar kan de methode helemaal niet aan tippen. Dus wat we wel doen, is maatjes zoeken. Of gewoon schoolbreed via de schoolleider aan de orde stellen. De roostering van lezen natuurlijk. Maar het is ook mooi om maatjes te zoeken en te zeggen, ik ga eens een tijdje samenwerken. En zowel bij aardrijkskunde als bij Nederlands gaan we tijd maken. En in de basisschool ligt dat natuurlijk nog veel meer voor de hand. Want uiteindelijk kun je gekomen gewoon tot een integratie bij één en dezelfde leerkracht van die verschillende vakken. Voorwaarde 3 is natuurlijk de schoolleider die er echt voor gaat staan. Want je krijgt in dit soort dingen aanvankelijk ja, niet vanzelfers iedereen mee. En het is heel belangrijk om steeds weer dit aan de orde te stellen met mensen die het moeilijk hebben. En ook wel om steeds weer naar ze te luisteren. Want ik heb echt wel geleerd dat als ik heel goed naar weerstanden van mensen luisterde en ze begon te begrijpen, dat we daar doorgaans ieder project mee wisten te verbeteren. Dus weerstand is af en toe, kost het veel energie. Anderszins levert het ook, ik ben natuurlijk ook een onderzoeker, het levert waanzinnig interessante ontwerpinformatie voor je project op. Dus als ze dan zeggen, mijn vak, ik heb minder tijd voor mijn vak, laten we eens kijken welk boek jij kunt gebruiken om bijvoorbeeld voor te lezen met de kinderen, wat jouw vak versterkt. En het is voorwaarde 3 is ook een focus. We leven in een tijd waarin focus echt een soort goudklompje is, wat zwaar zoek geraakt is. Dat wil zeggen, we hebben ook nog een workshopje dit, en dan doen we eens een workshopje van iemand en die vertelt toevallig een heel ander verhaal. En dan gaan we ook nog even werken aan dat binnen de school. En het... Ja, scholen die ik heb natuurlijk ook voor de projecten List Denk gewerkt en voor Focus werk ik nu. En scholen die zeggen van, we hebben ook nog dit en dat en dat en dat. Zeg ik, ja, je moet nu even gaan nadenken wat je echt wilt. Want je kunt geen 100 dingen tegelijk en zeker niet dingen die elkaar bijten. Kijk, dat waren alle voorwaarden. De hoofdrol zijn voor de leraar, de leerlingen en de boeken. Dat zijn de hoofdrollen. Alhoewel we straks nog een paar andere hoofdrollen zullen identificeren. En eigenlijk betekent het dat je op zijn minst lessen roostert waarin gewoon vrije keuze lezen gepland wordt. Daar zullen we straks ook over horen van de Bonifatius MAVO. Op de basisschool, maar ook in het voortgezet onderwijs, hoor je mij een klein beetje zeggen, ben ik ook een ontzettend voorstander van daarnaast nog thematisch voorlezen. Omdat je in het thematisch voorlezen kinderen kennis kunt laten maken, en dan met name de zwaktalige kinderen, met boeken die ze anders nooit zouden lezen, die ze nooit zouden horen, en die wel een enorme beweging teweeg kunnen brengen in hun taalontwikkeling. En je kunt zorgen dat de hele klas hetzelfde boek kent, waardoor je het bij je vak kunt gebruiken. Dus thematisch voorlezen is voor ons eigenlijk een hele handige oplossing geworden. Voor het feit van dat je ook ziet als kinderen lezen. Van, ja, als kinderen, zoals in het leesfilmpje, vooral een boek lezen waarin plaatjes staan, dat is natuurlijk allemaal mooi, maar dat draagt nog niet heel erg bij aan de taalontwikkeling. Terwijl we die taal willen ontwikkelen. Hè? Dus daar geeft thematisch voorlezen en het creëren van een fijne sfeer daarin. En echt de prachtigste boeken, zoals ik net liet zien, bijvoorbeeld de boeken van Rob Ruggenberg. Je moet het durven voorlezen, want de tere kinderziel moet je niet te hard in geloven in die mythe, want dan is het al moeilijk. Je moet het durven voorlezen, maar dus we moeten met z'n allen ook weer leren durven daarin. Niet al die slappe kleine feel-good boekjes, dat is niet wat we gaan voorlezen. Nee, we gaan voorlezen wat er werkelijk toe doet.
Nou, en dan hebben we de integratieve lessen. Dat is dan zeg maar, nou ja, dat, dus dit zijn eigenlijk de drie mogelijkheden die we zien. En die je nooit allemaal tegelijk kunt realiseren. Maar dit zijn de drie opties die we hebben. Betekent dat je eigenlijk een heleboel samen moet ontwikkelen. Het is niet van A naar B. Het is een weerbarstige weg. Ik heb hem vaak gezien. Ik heb hem ook zelf meegemaakt op scholen toen ik daar werkte. Implementatie is een ontwikkelingsproces. En dat betekent dat we voortdurend met elkaar in gesprek moeten blijven. En dat we onze teamvergaderingen veel meer over inhoud moeten doen dan over organisatorische dingen. Dat, de teamvergaderingen op een of andere manier lijken altijd vreselijk organisatorisch en ontzettend. Iedereen heeft er een bloedhekel aan. Terwijl als je met elkaar deze kant op gaat, als je met elkaar ook over kinderboeken gaat praten. En over de keuze van, we hebben nou die thema's. Zijn die thema's eigenlijk wel helemaal goed? Welke boeken zouden daarbij passen? Is er niet nog een vak bij ons, als je met die verschillende vaksecties bij elkaar zit, die een gouden kans ziet om een bepaald boek te gaan voorlezen, wat dan ook bij Nederlands een beetje voorgelezen kan worden, om het wat te verdelen. Want uiteindelijk leren die kinderen toch het meest van dat voorlezen. En daarbij een klein beetje schrijven daarover, denken. En praten over wat je gelezen hebt samen. Dat is taalontwikkeling. Hoe ontwikkel je dat? Er klein beginnen is eigenlijk het belangrijkste. Maar ja, ik heb zelf wel een klein beetje moeite met het allemaal bij leraren en bij scholen neer te leggen. Wij moeten ook nadenken over de context waarin we zitten. En die context is bijvoorbeeld de kennisbasis van de PABO's, die nou nog niet volledig aanstuurt op goed leesonderwijs. Kan ook de kennisbasis van de vakken in het VO zijn, want ook daar, als je zegt van ik wil als leraar geschiedenis of aardrijkskunde, wil ik ook mijn verantwoordelijkheid hier innemen, kan je ernstig afvragen of dat in die kennisbasis zit. Maar de rest van de context is natuurlijk de toetsen, hoe wij omgaan met de toetsen. Daar hebben we het net al even over gehad. Dat heeft een enorme invloed en dat heeft geleid tot een ontzettende fragmentatie en een verlies van kwaliteit in de afgelopen jaren. En dat is niet helemaal alleen de schuld van die toetsen, maar wel van de rol die ze gekregen hebben en de manier waarop ermee omgegaan wordt. En we hebben de methodes. Die nou ook niet, ja, die heel nauw vervlochten zijn met die toetsen, wat nooit had gemoeten. We hebben methodes die gemaakt worden op marktonderzoek. Dus wij zouden ook als leraren en masse moeten opstaan om te zeggen, luister eens, als ik ooit zo'n marktonderzoek onder ogen krijg, maar ik ga dit soort dingen niet invullen. En we hebben de toenemende digitalisering op school. Natuurlijk, ik ben lector onderwijs, innovatie en ICT. Natuurlijk vind ik dat we kinderen moeten voorbereiden op de digitale maatschappij. Maar het is mij ook volkomen helder dat we dat niet doen door ze multiple choice vraagjes te laten aanklikken op een tablet. Dat is geen voorbereiding op de digitale maatschappij. Er is heel wat anders voor nodig. En eigenlijk zou voorbereiding op de digitale maatschappij een prachtig onderwerp voor burgerschap of voor wereldoriënterende vakken kunnen zijn. Daar kun je gewoon een thema van maken. En dat thema kun je een paar keer in de schoolcarrière laten terugkomen. Dan kun je afstemmen met tussen basisscholen en VO-scholen. En dan, want het is natuurlijk wereldoriëntatie, is ook oriëntatie op de digitale wereld, ja. Dat is gewoon een deel van de wereld waarin wij wonen. Dus het is wel degelijk zo dat we in een bepaalde context zitten. Dus wij kunnen lang praten over dit te ontwikkelen. Maar als we gewoon zo doorgaan met onze toetsen, als we gewoon zo doorgaan met onze methodes, als we gewoon zo doorgaan met nog meer multiple choice in de computer, dan gaat er niks gebeuren. Dus er moet ook iets weg. Dat is eigenlijk wel de boodschap. Dus de context in Nederlands is heel bepalend. De context, de grotere culturele context, is ook nog eens dat er veel mensen zijn die lezen eigenlijk maar suf vinden. En dat helpt ook niet mee. Dus we zitten ook nog eens in een cultuur waarin dit niet gemakkelijk is. Andere culturen in Europa hebben het hier veel makkelijker mee dan wij. Maar als we dat allemaal getackeld hebben, of als we het nog niet getackeld hebben, maar denken we moeten in ieder geval iets doen, want dat denk ik dan toch ook wel. Ja, dan gaat het over samen vakliteratuur en kinderboeken lezen. Dat was eigenlijk waarmee wij aan tafel openden. Dan gaat het over samen
dit soort dingen oefenen, bij elkaar gaan kijken in de klas, dingen uitproberen in de klas. Goed kijken naar wat kinderen, hoe kinderen daarop reageren. Ik denk altijd dat verhalen vertellen, al is het bij de koffiezetmachine, eigenlijk een van de belangrijkste implementatiestrategieën is. We hebben elkaar het verhaal verteld hoe bijzonder het is om een VMBO-klas ademloos te zien lezen. We hebben elkaar het verhaal verteld hoe bijzonder het was om te zien dat als de les was afgelopen, kinderen naar buiten liepen en dat ze het nog steeds hadden over wat ze zo mooi vonden in het voorleesboek. Als we elkaar die verhalen vertellen, als we sensitief zijn voor wat er voor ons gebeurt, verhalen, menselijke verhalen zijn goud waard in langzaam binnendruppelen van innovaties. Dus dat betekent, we gaan samen oefenen, we koppelen terug waarbij we elkaar die verhalen vertellen, waarbij we elkaar onze vragen, onze oplossingen vertellen. Want de een heeft dit voorleesboek voorgelezen en dat is prachtige rijke taal, maar het slaat niet aan in klas B. Klas B is namelijk, zij heeft een andere leraar en een andere samenstelling qua kinderen. Dus daar slaat wat anders aan en daar moeten we het met elkaar over hebben. Dit is niet een wals die je ineens over het onderwijs kunt laten gaan. Dus hoe we dit beginnen is samen. Vooral samen. En soms ook even niet te veel energie steken in de weerstanden, maar gewoon met de mensen die het willen doen. En laten zien dat het een succes wordt in je school. En dan kan het zich uitbreiden. Als je verder wilt lezen, ja, er is nog veel meer. En dat is in de eerdere meetups ook aan de orde gekomen. Dit zijn een aantal dingen. We hebben de website Rijke Taal. Er is natuurlijk net de website Rijke Teksten. Dus als je Rijke Teksten ook wilt vinden, dan vind je die bij de Taalunie. Je vindt onze website Geletterdheid en Schoolsucces, waar je ook de handleiding op Focus op Begrip vindt. En ons boek Rijke Taal. Maar er is nog veel meer in de andere meetups langsgekomen. En dan nog één keer de sleutelprincipes. En dat was het. Dankjewel Anneke. Kom er weer bij aan tafel. Dan kunnen we nog even kort erover doorpraten. Want over 5 minuten gaan we alweer naar de volgende presentatie. Heb ik alweer gekeken. Ik heb een aantal vragen in de chat gezien. Ik haal er even eentje uit. Die vraag is van Brigitte. Als een tekst te moeilijk is. En ik heb bijvoorbeeld de groep 7. Waarbij ik sterke lezers heb, maar ook leerlingen met een lage woordenschat. Hoe laat ik een leerling dan toch zelfstandig lezen? Een probleem bij beginnende lezers. Je zou een tekst dan kunnen vereenvoudigen. Zodat kinderen succeservaring hebben met lezen. Hoe zie jij dit? Dit is een vraag die ik vaak krijg. Het hangt heel erg van de context af van met welke leeftijd. Dus in groep 3 werken we zeer zeker te weten met vereenvoudigde teksten. Maar het is een soort mythe dat die vereenvoudigde teksten ook werkelijk makkelijker te lezen zijn. Die zijn eigenlijk voor heel veel kinderen moeilijker te lezen. Dus ons AVI-systeem heeft meer leesproblemen veroorzaakt dan opgelost in die zin. En dat komt, daar is ook onderzoek naar gedaan natuurlijk in Nederland. Dat komt doordat die verarming die plaatsvindt, daardoor verdwijnen een aantal dingen waar Roel van Steensel het in de eerste meetup ook over heeft gehad. Daardoor verdwijnen de verbindingswoorden, de causale verbanden en het verhaal wordt steeds moeilijker te begrijpen. Dus in de werkelijkheid zijn wat wij makkelijkere teksten noemen vaak moeilijkere teksten. Je ziet het ook als je kinderen op een gegeven moment vrij van AVI zelf laat lezen, dan komen ze bij boeken uit die veel intuïtiever zijn qua taalgebruik. Dus onze AVI-boekjes hebben onintuïtief taalgebruik, raar taalgebruik, hortige zinnetjes, eigenlijk hetzelfde type taalgebruik wat je een klein beetje nog zelf zag in die VMBO-tekst. Als een tekst echt te moeilijk is om technisch te lezen, als een kind er technisch niet uitkomt, dat is vaak ook niet echt het geval. Dat is vaak het geval als je een hele oninteressante tekst voorlegt. Wat onze ervaring is en wat ook in wetenschappelijk onderzoek blijkt, is als kinderen echt iets willen lezen, dan worstelen ze zich erdoor met een... Dan zijn ze tamelijk zeer fervent. Maar ja, als wij natuurlijk uit de methode een te moeilijke tekst aanbieden, dan is een ander feit dat die kinderen dat helemaal niet willen lezen. En als het technisch lezen nog te moeilijk is... Ik ben natuurlijk ook een technisch leesbehandelaar geweest vele jaren.
Dan is een audioboek een uitstekende oplossing. Want audioboeken maken dat je toch de taal kunt ontwikkelen, tenminste. Want als je alsmaar verzwakte teksten van slechte kwaliteit blijft lezen, dan is dat niet goed voor je leesmotivatie. Maar ook niet goed voor je taalontwikkeling. Want kinderen ontwikkelen geen goede taal van vereenvoudigde boeken. Mag ik even daar een vervolgvraag stellen? Laat je ze dan ook met het audioboek, laat je ze ook meelezen met het echte boek? Niet per se, niet wat per ze zelf se. Willen. Dat is niet per se nodig. Nee, dat is niet per se nodig. Okay. Dus, en NT2 leerlingen? Voor NT2 leerlingen is het een, ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Okay. Want dat gaat een beetje van ver. De rijke taal van Erna, die had het daar volgens mij ook over. En dat het raadzaam is om, als je dan audio, als ik het goed heb onthouden, om kinderen mee te laten lezen eventueel. Dat kan, ja. En dan ook als kinderen dat willen. Dus voor sommige kinderen betekent dat een overbelasting. Ja. Dus tegelijk. En voor andere kinderen maakt het het makkelijker. Dus je moet het eigenlijk per kind. Ik overlegde ook altijd met het kind van, wat is er met deze tekst? Die is te moeilijk. Vind je hem eigenlijk wel leuk? Nou, misschien ook niet. Of vind je hem heel leuk? Hoe kan ik je dan helpen om hem te lezen? Ja. Ik zou dat kunnen doen door je audio aan te kunnen bieden. Ik kan het voor je doen door hem een keer voor je te lezen. En dan mag je hem zelf nog een keer lezen. Zeg het maar. Dus het is ook daar is het eigenlijk afstemmen op, op kinderen. Van hoe, want voor sommige kinderen is een audioboek een ontzettende belediging. Nou, daar moet je ook respect voor. Ja, zeker. Ik bedoel, dat hangt heel erg af van wat ze al mee hebben gemaakt. En dit zijn natuurlijk vaak kinderen die, als ze al wat ouder zijn, helemaal geen gemakkelijke schoolcarrière hebben gehad. Dus die hebben al allerlei pijn zitten overal. Het is beter om een goed begin te maken in de basisschool dan te dealen met die pijn die we dan hebben als we in de beginfase van het VMBO komen. Ja, helder. Ik heb nog één vraag. Maatje merkt op dat goed leesonderwijs nog niet per se goede toetsresultaten oplevert. Gaat over. Hoe kijken jullie daarna? Hoe kijk jij daarna? Wat we op dit moment zien is eigenlijk wel positieve resultaten. Maar het is ook gemakkelijker gezegd dan gedaan, goed leesonderwijs. Hè? We weten wat het is, we gaan het even doen. Dat kost echt wel even acclimatiseren. En dat wat door, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is dat the devil is in the detail. Dus het is werkelijk, als je ook maar één detail verkeerd hebt. Ik ben altijd ontzettend bang bijvoorbeeld als we zeggen tegen een school van ga een half uur voorlezen. Tegen een basisschool zeggen we dat vaak. Hè. Een half uur voorlezen in boeken met rijke taal die passen bij je thema's. Daar kan natuurlijk van alles misgaan. Want het kan zijn dat er helemaal geen rijke boeken worden uitgezocht. Want niemand is dit soort taal meer gewend op school. Dus je moet een enorme kloof over als je dat wel wil doen. En dan denk je echt van, jongen, gaan we dit voorlezen, weet je wel. Daar gebeurt echt iets. Dus het is een ontwikkelingsproces waarvan wij denken dat het 4 à 5 jaar duurt op een school om zover te zijn dat je eigenlijk pas goed de resultaten kunt inschatten. Zolang dat ontwikkelingsproces loopt, moet je alsmaar gaan kijken en met collega's ook zelf doorontwikkelen. Wat is voor mij rijke taal? Wat is voor mij een goed thema? Waarom? Dus mochten we besluiten om de begrijpend leesmethode met arme teksten en meer keuzevragen in de kliko te gooien, ga er niet na 1 jaar zeggen, het werkt niet, maar bouw een aantal jaren aan goed leesonderwijs. Bouw een aantal jaren aan goed leesonderwijs en geef jezelf die tijd. Het is echt, zelfs op scholen waar de directeur een taalspecialist is, dat zijn bij uitstek de scholen die heel goed kunnen zien hoe moeilijk het is. En die zeggen van nou een jaar of 4, 5. Ja, het is heel spijtig. Toch zien we, met name met het voorlezen, zien we best wel snellere resultaten. En dat komt omdat je echt rijk taal binnenbrengt. En dat is met zelflezen niet altijd helemaal gezegd. Want je wilt dat die kinderen dat ook graag lezen. Ja, helder. Nou, gelukkig hebben we ook heel veel voorbeelden, ook in de eerste en de tweede meet-up gezien van scholen. Ja. Waar het heel goed werkt. Waar ze met ontzettend veel plezier en op een goede manier leesonderwijs verzorgen. Absoluut. En ik geloof dat wij nog 2 mensen hier hebben.
namelijk Mark Brian, locatiedirecteur van de Bonifatius MAVO in Emmeloord. En collega leerkracht Dirande van der Weert. Jullie hebben een school van 450 leerlingen. Ja, klopt. En heel de Boni leest. Ja. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ja. Zullen we daarover gaan vertellen? Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Ga je gang. Zo, welkom. Fijn dat jullie allemaal meekijken. Een prachtig verhaal net gehoord van Anneke. Ik voel me een beetje vereerd dat ik samen met Anneke aan tafel zit. Want in de voorbereiding, in dit hele proces wat wij hebben gedaan op de Bonifatius MAVO, heb ik heel veel aan de literatuur of de artikelen en zo van Anneke gehad. En Erna ook. Dus ik vind het heel erg leuk om... om te kijken, om te laten zien waar wij nu staan als Bonifatius MAVO. Dus Ja, maar bij ons op de Bonifatius MAVO, het werd net al gezegd, heel de Boni leest. De Bonifatius MAVO, wij zeggen altijd de Boni. Hadden wij een taalgroep en wat wij zagen, wat net ook al wel verteld werd, het leesonderwijs holt achteruit. Het niveau van het lezen gaat naar achteren. Dat zien we terug, dat zagen we terug in toetsresultaten, dat zagen we terug in van alles. En daar hebben wij een taalgroep voor. En vanuit die taalgroep, waar Dirande een van de leden, of de voorzitter zelfs van was, zijn we gaan kijken van hoe kunnen wij nou dat leesniveau op school met z'n allen, wat net ook al verteld door Anneke, wat van belang is, met z'n allen omhoog brengen. En vanuit die taalgroep zijn jullie aan de slag gegaan, Dirande. Ja, en het mooie van de taalgroep is dat, ik geef aardrijkskunde, is dat het eigenlijk vanuit verschillende secties, een wiskundedocent zit erin, biologiedocent bij wijze van spreken. Dus vanuit verschillende vakken hebben we mensen in die taalgroep, omdat we met elkaar vinden dat taal gewoon belangrijk is. En waar we vooral in de zaakvakken, in de wereldoriëntatievakken, tegenaan liepen, was het begrijpend lezen, de woordenschat. Hè. Je wilt begrippen uitleggen, maar dat is gewoon heel erg lastig. Als ze ook de context niet begrijpen. Nou, en zo loop je en in die veel te methode die veel te krap beschreven is eigenlijk, hè, en waar veel te veel in staat, kwam ik er gewoon niet meer uit. De methode hebben we ook min of meer aan de kant geschoven nu, dat hebben we zelf, zijn we zelf gaan ontwikkelen. Maar met elkaar hebben we gezegd van wat vinden we nou met de taalgroep belangrijk? Waar zit hem, waar gaan we aandacht aan besteden? Nou, we zijn met schoolwoorden bezig geweest en we zijn met taalbeleid bezig geweest. En uiteindelijk hebben we gezegd, we gaan wat met het lezen doen. We gaan woordenschat en begrijpend lezen. Daar gaan we ons op focussen. Nou ja, wat je zegt inderdaad, ook gewoon een stuk met elkaar. Dus ook niet alleen vanuit de talen, Nederlands, Duits, Engels. En dat beeld heerst ook bij ons op school nog steeds, wel ook bij een aantal collega's van, maar het zit vooral daar. Daar zit die taal. Zij moeten het doen. Zij hebben de lesuren ervoor. Terwijl het iets is wat breed gaat, wat voor alle talen of alle vakken geldt. En je moet het met elkaar doen. En zo zijn wij gestart. En ik denk dat dat een mooie is wat jij net ook zei, Anneke. Wij zijn een high performing schools track begonnen. Met elkaar werken in leerteams, professionele leergemeenschappen. En met elkaar kijken van, hey, wat constateren wij nou in het onderwijs? Wat gaat niet goed en wat gaat wel goed? Wat goed is, moeten we behouden, moeten we versterken met elkaar. En wat gaat niet goed, hoe kunnen we dat met elkaar oppakken? Vanuit de teams, vanuit projectgroepen. En het leesonderwijs is vanuit de taalgroep natuurlijk een stuk wat we hebben opgepakt. En zo hebben wij meer groepen waar we met elkaar zeggen van oké, we willen draagvlak creëren. Want jij noemde het net ook al. Er zijn een aantal collega's die zien het belang er niet van in. Want het speelt niet bij mijn vak. Of het idee hebben van het speelt niet bij mijn vak. Het is voor mijn vak niet belangrijk. Terwijl dat dus absoluut wel zo is. Daarbij... Ja, vanuit die professionele leergemeenschappen en het traject wat wij gevolgd hebben, zijn we een cyclus gaan doen, actieonderzoek. Hè. Dat is best wel bijzonder voor het voortgezet onderwijs. Tenminste, wij deden altijd zo, wat Anneke ook al noemde, hier een projectje, daar een workshop. En na een half jaar zit iedereen een dag later aan de Kahoot en worden die kinderen helemaal doodgegooid met Kahoot. En na een half jaar
zie je eigenlijk heel weinig nog weer terug in die school. Dus we willen duurzaam. We willen duurzame veranderingen, duurzame verbeteringen. En wij zijn met de taalgroep begonnen met een actieonderzoek. We hebben eerst eens gekeken, de probleemanalyse. Is er überhaupt een probleem? dat hadden we inderdaad. Kijkend naar de CITO, de woordenschap, schat en begrijpend lezen. Met name in de onderbouw doen we die, klas 1 en 2. Maar ook de examenresultaten kwamen we erachter dat die best wel tegenvielen. En dat wij daar iets mee wilden. Daarbij dus de methodes die heel erg moeilijk te lezen zijn. Woordenschat, definities enzovoort, leesvaardigheid. Dus vanuit daaruit zijn we verder gegaan van, en wat gaan we dan doen? En hoe gaan we dat dan aanpakken? Onderzoeksvraag gesteld. Hoe kunnen we met name de woordenschat op onze school verbeteren? Ja, en mooi daarbij is inderdaad, dat deden we ook daar weer met elkaar. Ik wil even, want we gaan straks natuurlijk naar de volgende dia. Maar in deze dia, heel de Boni Lees werd al gezegd. Daar zie je twee van onze conciërges zitten. Want ook de conciërges zijn op het moment dat we aan het lezen zijn, aan het lezen. Heel de Boni leest, iedereen. Daar komen we zo meteen verder op. Ja, en dan is het gewoon heel erg belangrijk dat je als groep gaat kijken van, nou, wat werkt eigenlijk? Hè? Er is heel veel geschreven. Wetenschap, prachtige mooie artikelen. Dat zijn we allemaal ingedoken. Daar zijn we ons met de hele groep. Hè. Jij gaat dit doen, jij gaat dit doen. En weer teruggekoppeld. Ik heb contact gehad met Erna van Koeven. Die heb ik om advies gevraagd. En je hoeft maar naar de staat van onderwijs te kijken. En je kent eigenlijk al meteen de noodzaak. Hè. We bungelen ergens onderaan als het gaat om leesvaardigheid en dat soort dingen. Dus we moeten gewoon beter. Niet alleen onze school. Ik denk heel Nederland moet zich ervan doordrongen zijn dat we nu toch echt wat moeten. En duur onderwijsonderzoek. Nou, en zo hebben we door middel van de literatuur hebben we een heel theoretisch kader gemaakt. Wat zegt de theorie? Wat zegt de praktijk? Dus natuurlijk wel altijd kijken van, kan dat ook bij ons op school? Werkt dat ook bij ons op school? Maar dit is ons kader en hier gaan we vanuit. Hier gaan we mee verder. Ja. En daarbij, het werd net ook al gezegd, het maakt natuurlijk uit, we krijgen kinderen vanuit zoveel verschillende gezinnen. Maar wij als school hebben die taak om die leerlingen verder te helpen. En we weten niet wat er achter al die voordeuren gebeurt. We hadden het net vooraf aan tafel ook over, bij de een wordt er wel voorgelezen, bij een ander gebeurt dat totaal niet. Maar we willen die kinderen allemaal een stap verder brengen. Daar heb je als school gewoon ontzettend belangrijke taak in. Nou, dat kwam vanuit de taalgroep ook terug. Daarbij een aantal voorstellen van, wat willen we nou in de school doen? Wat inderdaad ook bij ons passend is. Want het moet natuurlijk wel ook binnen onze school, binnen onze cultuur passen. We hebben met elkaar gezegd, we zien dat belang in van taal. En wat kan je dan doen? Nou ja, er werd net al genoemd, het is heel fijn om in elk geval te lezen. En het liefst ook elke dag te lezen. Maar ga je zo'n stap doen, en zeker ook in het voortgezet onderwijs, ja, dan kom je ook aan lestijd, dan kom je aan de lessen van collega's. En waar wij het net ook al over hadden, wat Anneke heel mooi verwoordde, ja, maar juist als dat taalbegrip, als die woordenschat een stuk groter is, als leerlingen makkelijker kunnen lezen, dan komen ze ook makkelijker tot jouw vak. Maar goed, die vertaalslag, die moet er met elkaar wel komen. En de taalgroep gaf daarin ook aan, het is goed als wij op school hier gaan lezen, we willen dat leerlingen ook thuis lezen, daar hebben we geen controle op school hebben we de controle op. En er is uiteindelijk een voorstel gekomen dat wij twee keer in de week in het rooster een half uur hebben ingepland. En dat wisselt van week tot week. Dat is bijvoorbeeld deze week op maandag het vierde uur en op vrijdag het zesde lesuur. En volgende week is het op maandag het vijfde uur en op donderdag. Alle vakken in het hele schooljaar leveren eigenlijk twee week lestijd in. En ik zeg leveren eigenlijk twee week lestijd in. Het is niet helemaal zo. Want het ook weer op. Het levert inderdaad een heleboel op. De leerlingen die gaan in die lessen lezen. En we hebben wel gezegd, we moeten wel zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn. Dus we hebben ook gezegd, op het moment dat we dit gaan doen, we hebben het hele team meegenomen. Het plan is gepresenteerd in het team door de taalgroep. Met onderzoek, ook successen van waar loopt het inderdaad, wat zie je nou terug. Wij gaan dit ook terugzien met elkaar. We hebben ervoor gezorgd dat we in de school het ook goed faciliteren. Wij hebben geen bibliotheek direct in onze school, maar we hebben wel in onze vaklokalen verschillende boekenkasten. Dus eigenlijk hebben we ook een bibliotheek in de school. Met veel boeken. Die vullen we elk jaar ook aan. En inderdaad niet met de oude titels uit de bibliotheek die afgeschreven zijn. Maar juist ook weer met nieuwe boeken die er nog goed uitzien. Dat de leerlingen lekker kunnen lezen. Gekozen ook deels door vakdocenten die daarin meegaan.
We hebben alle leerlingen een boek gegeven. En een boek waarbij, en daar hebben wij wel heel erg de sectie Nederlands bij nodig, want die zitten natuurlijk meer in alle titels. Of ik zeg natuurlijk, het zou natuurlijk mooi zijn dat helemaal anders is, maar die zitten vooral ook in die titels van wat zijn nou goede titels voor onze leerlingen. Alle leerlingen hebben een eigen boek gekregen. Alle collega's. Gekozen. Gekozen zelf en gekregen. Gekozen, ja, ja, dat is een hele goeie. Want die toevoeging, we hebben dat inderdaad. Ja, niet zomaar gezegd van hier heb je boek. Nee. Boeken gepresenteerd, ja, en inderdaad erover verteld. En ze enthousiast laten maken van joh, dit boek, dat wil ik gaan lezen. En zo hebben alle leerlingen een boek gekregen. Alle collega's een boekenbon gekregen om een boek aan te schaffen. En hebben gezegd, we beginnen naar de foto links is de kick-off. Van we zien het feestelijk, heel de Boni gaat lezen. En ja, we zeiden het net ook al, dat moment dat wij dat met elkaar deden en met elkaar meenamen. En ook sceptische collega's en ook, nou ja, zelf ook wel dat we tegen elkaar zeiden van hoe gaat dat nou? Hoe gaat dat straks nou daadwerkelijk vorm krijgen? Het was kippenvel. Het was echt, we hebben een school met 450 leerlingen. En tijdens het eerste leesuur, niet alleen tijdens het eerste leesuur, maar dat was het moment dat het vooral de indruk, echt veel indruk maakte. Je kon een speld in de school horen vallen. Zo stil was het. Iedereen die zat met zijn boek voor zich. Ja, en dat zie je ook weer heel mooi. Alle vakken. Techniek wordt hier op de foto gegeven. En alle vakken die doen gewoon mee. Want we moeten het samen doen. Je kunt het niet alleen. Ik kan niet met mijn ouders kunnen zeggen van, oh ja, maar ik wil wel lezen. En de geschiedenis in het lokaal naast mij, die doet er helemaal niks aan. Daar kom je gewoon niet. Want bij haar hoeft het niet. Of bij hem hoeft het niet. Afgelopen jaar, we zijn dus vorig jaar september begonnen. We hebben gezamenlijke verantwoordelijkheid om die leerlingen te laten leren. Dat past ook heel erg bij de professionele gemeenschap waar we nu mee bezig zijn. Een hele fijne samenwerking met de vakgroep Nederlands. Hè. Die hebben met name de kunde. Haalbaarheid, zoeken naar mogelijkheden. Niet telkens denken van, oh nee, dat kan niet, maar oh nee, dat kan ook niet. Nee, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het wel voor elkaar krijgen? Kan het niet linksom, kan het misschien wel rechtsom? Dit is wat wij willen en daar staan we voor. En daar gaan we ook voor. Dus regelmatig even een gesprek met Mark om even weer te sparren van wat kan en wat kan niet. Want wij hadden ook best wel hele andere voorstellen met de taalgroep bedacht. Ja, en dan zegt een schoolleiding, of tenminste, ja, hè, dat was in dat geval, ja, dat is gewoon qua kostenplaatje, is dat nu even niet haalbaar. Nou, we hebben een hele mooie andere oplossing gevonden door in de vaklessen te lezen. Maar ja, je bent daar wel van afhankelijk. Iedereen leest. Van docent tot leerling, tot conciërge, tot directeur. Als onze leerlingen een tussenuur hebben en ze zijn in de aula bezig, dan kunnen ze of gaan lezen, hebben ze de keuze, of ze mogen naar buiten gaan. Dus de hele school is aan het lezen op zo'n moment. Het is stil in de school. En wat wij heel graag willen is, en dat kun je nog niet na één jaar zeggen. En dat is ook nog niet na één jaar te bereiken. Maar die leescultuur, we hebben er 4 of 5 jaar voor nodig, is helemaal niet erg. We komen er wel. En het is vooral een kwestie van, ja, van volhouden ook en enthousiast blijven. En een noodzaak er ook van blijven inzien met elkaar. Nou ja, en ja. Dat stukje is inderdaad de noodzaak ervan van inzien met elkaar. En dan zien dat het helpt, dat het ergens toe bijdraagt. Dat is soms een kwestie van de lange adem. Je moet volhouden, je moet dat met elkaar blijven doen. Wij zijn nu op het moment dat wij ook weer met elkaar evalueren. Er gaan heel veel dingen heel erg goed. Er gaan ook een aantal zaken niet goed. Zo zijn er elk jaar weer excuses. We hebben nou natuurlijk corona. Daar gooien we ook heel veel maar op. Van ja, door corona kunnen we bepaalde zaken niet. Ja, dat klopt. Maar met corona kan je ook een heleboel wel. En we moeten dan kijken juist van wat is dan wel mogelijk. Nou ja, we willen met elkaar resultaten zien. En dat hebben jullie ook onderzocht als taalgroep. Van het zal uiteindelijk het resultaat hebben. Jij noemde het net ook al. Je kan soms heel snelle resultaten zien. Het is ook wel moeilijk om te zeggen van hè, meet je dat nu al na een jaar? We hebben hier een schemaatje van onze CITO 0, CITO 1, CITO 2 resultaten. Van 3 verschillende leerjaren. En de bovenste groep die je ziet, dat is de huidige derde klas, die hebben eigenlijk de CITO 0, 1, 2 hebben zij niet het leesonderwijs gehad. Die hebben niet dat half uur lezen gehad. En je ziet eigenlijk dat leerlingen in de loop der tijd, de eerste 2 jaar scoren is eigenlijk redelijk gelijk. En daarna gaat het eigenlijk leesniveau woordenschat gaat nog verder naar beneden. En in de middelste rij zie je staan de leerlingen die de 2 CITO's hebben gehad.
En dan zie je eigenlijk juist een stijgende lijn. Er komen minder leerlingen die onder dat niveau zitten. En dat zien we ook bij de CITO 1. Terwijl landelijk gezien neemt het juist toe. Het leesonderwijs, het leesniveau, dat holt achteruit. Nou wil ik hiermee niet aantonen, en dat gaan we in een team ook zeker niet aantonen, dat dit een dusdanig gedegen onderzoek is van, zie je, het leesonderwijs, we hebben dit ingevoerd en dat is het resultaat. Maar wij zijn er wel van overtuigd dat dit meehelpt. En wij gaan ervan uit met elkaar, als wij dit blijven inzetten op deze manier, dan zal het niveau omhoog gaan. En, ja. En zal het leesplezier, want dat hebben we misschien nog wel te weinig genoemd, ook het leesplezier vergroten. Dat leerlingen juist weer die boeken willen lezen. Ja, en als je ook kijkt, als je ook leerlingen bevraagt, niet iedereen is het, niet iedereen wil ook lezen, niet iedereen vindt het ook leuk. Maar we zien wel, we zijn er dus in de eerste klasse mee, die worden er nu mee opgegroeid. Gaat het veel beter? Is het veel meer, lezen ze veel intensiever als bijvoorbeeld een derde klas of een vierde klas, die nu wel examen heb gedaan, maar als een vierde klas. Dus je moet ook echt dat heel voorzichtig opbouwen. En er zijn echt heel veel kinderen die zeggen van ja, we zijn meer gaan lezen en we vinden het ook leuk. En oh mevrouw, ik heb nu een mooi boek en... dat is ook heel mooi, buiten de kinderen natuurlijk die het nog niet, maar die krijgen we vanzelf ook wel mee. Nou, we hebben dus evaluatie van docenten gedaan. Ook dat is weer dan krijg je hele mooie feedback. Gaan we ook mee aan de gang, gaan we ook kijken van, hey, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat het nog beter gaat. Langzamerhand resultaten en kwaliteitskaarten, we werken met kwaliteitskaarten ook, die gaat herschreven worden weer. Nou ja, en ook al een heel klein beetje als voorsprong op de feedback van de docenten. Waarbij we ook merken dat, al een heel klein beetje gezien hebben dat, als docenten het heel erg lastig vinden om zelf te lezen of niet lezen of er niet helemaal achter staan, dat ze dat ook overbrengen op hun leerlingen. Dus die rol van mij als docent is daarin ook hartstikke cruciaal natuurlijk. Want als ik graag lees en ik zeg, jongens, nu we zijn allemaal aan het lezen, want ik wil niet over mijn boek hoeven te kijken of jullie allemaal aan het lezen zijn, dan leest ook de hele boel. Maar als een docent iets of wat ruimte geeft, dan merk je gewoon de onrust en dan merk je dat het veel lastiger is. Nou, in het kader daarvan gaan we volgend schooljaar, hebben we in september, volgens mij samen met de sectie Nederlands, want het is een hele mooie samenwerking, komt het leesbureau bij ons. Het leesbureau heeft heel veel boeken, geeft een workshop over en hoe je vooral, wat daar eigenlijk het doel van is, hoe kunnen we nou als docenten de leerlingen enthousiast maken, maar ook kijken van welk boek past bij jou. Hè? Je zei net ook al, Anneke, dat is zo belangrijk. Welk boek past bij jou? Wat vind je leuk? Waar liggen je interesses? Nou, en om daar een beetje meer scholing in te krijgen en een beetje meer aandacht aan te besteden, hebben we dat als eerste actie opgezet, inderdaad. En ook regels en afspraken weer met elkaar delen, want soms vervagen dingen. Je spreekt dingen met elkaar af in de school. In het begin gaat het heel goed en langzamerhand zie je dat het wat achteruit gaat. Bijvoorbeeld ook de afspraak, het leesboek zit altijd in de tas. En als er een toets bijvoorbeeld is geweest, dan ligt het leesboek op tafel. En als de toets is geweest, dan ga je lezen. Dus geen gerommel in de klassen, in de tassen. Geen gerommel in etuis of zo. Nee, je gaat lezen. En dat draagt denk ik ook uiteindelijk bij aan een mooie leescultuur. En dat maakt dan uiteindelijk dat heel de Boni leest. En hopelijk, en daar zijn wij wel van overtuigd, na alles wat jullie als taalgroep met elkaar hebben gedaan en wat we nu langzaamaan zien, dat leesplezier en het leesniveau omhoog gaat. Dus, ja, we zijn er nog lang niet, maar we maken wel hele mooie stappen. Ja, het is inderdaad wat net gezegd werd, tijd nemen en het niet nou gelijk zeggen van op sommige vlakken gaat het nog niet goed en we laten het maar gaan. En we beginnen met een volgend project, maar hier gaan we mee door. En we gaan het evalueren, bijstellen en nog beter maken. Ja. Dus. Super, kom er weer lekker bij.
Wat heerlijk om jullie daar zo enthousiast over te horen praten. Ja, jullie stralen gewoon zoveel energie uit en trots op wat we daar aan het doen zijn. En ik lees het ook al terug in de chat. Mooi pleidooi over heel de Boni leest in ieder geval. Mooi, dus, goed om te horen. Erg leuk om te horen. Hoe heb jij naar de presentatie gekeken, Anneke? Oh, ik word daar zo blij van. Nee, ik word daar heel blij van. Ik zie een enorme bevlogenheid. En ook ja, gewoon het idee van je gaat het gewoon doen. En iedere horde die je tegenkomt, die ga je op een of andere manier gewoon slechten. Ja. En dat, ja, dat is volgens mij een ontzettend mooi uitgangspunt. Ja, ja, want het lastige is ook bij collega's, wat ze ook heel duidelijk aangeven, is dat je niet meteen resultaat ziet. Hè? Dat is, we pakken lestijd af, maar je ziet nog niet meteen resultaat. Nee, ik ben ook heel blij dat jij dat zegt, want dat hebben we ook in de literatuur gelezen. Nee, na 3, 4, 5 jaar, dan ga je dat daadwerkelijk zien. Dan ga je daadwerkelijk zien van, hé, hier is wat gaande. Dus we moeten geduld hebben en we moeten vol blijven houden. Ja, dit is een kwestie van volhouden en ook van die sensitiviteit voor wat er zich voor je neus openbaart. Ja. Ja. Want ineens zie je dat kind verloren in een boek die je nog nooit enthousiast hebt zien lezen. Ja. En dat is waar het gebeurt. Want ieder kind wat je over de streep trekt, gaat zich wel sneller ontwikkelen ten aanzien van taal, ten aanzien van woordenschat en ten aanzien van begrijpend lezen. Dus uiteindelijk is het toch de kwestie, leest die of leest die niet? Ja. Dus ieder kind wat je gewonnen hebt, of maar een klein beetje gewonnen hebt. Dus het is ook, kijk, die toetsen die zijn ook wel zwaar overschat. En wij hebben ook geleerd ons eigen observatievermogen te onderschatten, maar dat moeten we helemaal niet doen. Want dit zijn de verhalen die we elkaar moeten vertellen. Moet je nou eens horen. Die heeft nou eindelijk, we hebben samen echt een boekvorm gevonden. Ja. En het is gebeurd. Ja. het is echt heel mooi. Ja. Het enthousiasme inderdaad. Ja, heerlijk. Ik zie een vraag in de chat nog. Hoe is de lokale bibliotheek erbij betrokken? Nou, deels wel. Ook met onze lokale bibliotheek hebben we goed contact sowieso mee. Wat wij ook doen is, we hebben schrijvers halen we in de klas. Dat gaat onder andere via de bibliotheek. En wij zijn in Emmeloord bezig met een campus. We gaan over een paar jaar naar een campus. En ook daar wordt nu al gesproken over de bibliotheek echt een plek te geven binnen die campus. Nou, dat is een stukje. En sowieso, ja, daarin blijven we elke keer weer ook motiveren van leerlingen. Goh, joh, zorg dat je lid wordt van die bibliotheek. Dat je daar je boeken kan lezen en lenen. En het kost je dan ook geen geld, hè? Want ook dat maakt soms uit. Laten we wel wezen, niet iedereen die komt uit het gezin waar je de mogelijkheid hebt om een paar boeken te kopen. Maar op deze manier kan je iedereen aan het lezen krijgen. In de eerste klas gaan kinderen ook altijd naar de bibliotheek toe. Om uit te leggen van hoe de bibliotheek werkt. Ja. En sommige kinderen hebben echt nog nooit een bibliotheek van binnen gezien. Dus, dus vanuit school gaan we dan heen. Ja. Ja. Dan denk ik al meteen, wat hebben ze op de basisschool gedaan dan? Dat denken wij soms ook. Maar zonder. Nee, maar dat is heel flauw gezegd. Maar we willen geen basisschool tekort, absoluut niet. Maar dat is soms wel dat je zegt van ja. Ook daar zijn de verschillen groot. Ja, dat zie je gewoon. En daar merk je. Ik bedoel, wij hebben ook 40 toeleverende basisscholen. En daar zie je ook verschillen. De ene basisschool is dat een heel hot item. En de volgende basisschool is met andere zaken bezig. Ja. Lezen jullie ook nog voor? Het voorlezen, waar Anneke het bijvoorbeeld had, een half uur per dag doen we niet. Maar het gebeurt sowieso bij het vak Nederlands, gebeurt het wel. Dus bij de talen, daar gebeurt dat wel. Bij de andere vak, het kan een keer gebeuren, maar dat is niet iets wat standaard. Ik ga het na vandaag wel weer doen. Dat hoopte ik al. Ik heb het ook wel gedaan. We wel doen is dat we nu ook voor elkaar hebben, dat we nu ook sectie geschiedenis, die hebben we een heleboel geschiedenisboeken laten uitzoeken en die staan pontificaal in het lokaal. Aardrijkskunde, ik zag net iemand lezen 100 uur nacht lezen. Dat gaat over
orkaan in New York. Dat hebben we nu allemaal in de klaslokalen staan, zodat kinderen ook weten welke... dat ze Palmen op de Noordpool, ook een leuke. Palmen op de Noordpool. Dus dat zijn allemaal vakgerichte leesboeken die in de vaklokalen staan. Ja. Dus, maar ik ga wel weer voorlezen. En daarmee maak je natuurlijk ook reclame voor die boeken. Heel vaak zeker. Willen leerlingen dat dan nog een keer lezen. Ja zeker. Ja. Ja. Want de meester of juf heeft het voorgelezen. Of meneer of mevrouw bij jullie op het voortgezet onderwijs. Ja. Inderdaad. Ja. Wat ik heel veel in de chat terug zie komen, en wat ik ook herken van de vorige meetups, is dat we zitten nu te kijken, we zien dit nu. En op school, bij mij op school doen we bijvoorbeeld heel iets anders. Mm-hmm. Hoe krijg je nu je collega's enthousiast om hiermee aan de slag te gaan? Ik ben in mijn uppie. Op mijn school. Nou, wat is er nodig? Nou, succes. Maar ik denk enthousiast. Eén, ook een stuk enthousiasme zelf. En zien het. Als jij in je eentje het belang al ziet. En daar je collega's in mee kan krijgen. En het gesprek met elkaar daarin aangaan. Wat wij ook zeiden. De taal is niet alleen maar van een taaldocent. Het is van ons allemaal. Dan heb je een hele maatschappij nodig. Als jouw taal niet goed ontwikkeld is. Dan. Dus. Zorg dat je een paar mensen om je heen krijgt, met die paar mensen in gesprek gaat. Nodig af en toe een spreker uit. Deel bepaalde informatie met elkaar om mensen te enthousiasmeren. En dan die olievlek. En de voorwaarde is ook wel, vind ik nog steeds een beetje tricky, maar de schoolleiding die daarin meegaat. Dat heeft wel een grote rol. Want als ik zeg tegen Mark van ik wil graag deze 10 boeken aanschaffen. Geen probleem. Nou, ik hoef bij wijze van spreken niet eens om te vragen. Dat kan gewoon. Want voor boeken is altijd geld. Ja. Dus ja, en dat is wel fijn dat er ook. En dat jij ook in een aula gaat zitten lezen. Ja. Daarin geef je wel ook een voorbeeld natuurlijk als schoolleider. Ja. Dus dat vind ik wel een belangrijk stukje. Dat ook je directeur, ook je schoolleiding daarin meegaat. Nou, sluit ik wel aan wat Anneke eigenlijk mee eindigde met we doen het samen. We moeten het samen met elkaar doen. En wat als ik nu een directeur heb die zegt, ja, ik ben veel te druk met mijn formatie rondkrijgen. Ik heb helemaal geen tijd voor leesontwikkelingen. Ja, dan vraag ik me af of je een goede directeur hebt. Maar want iedereen heeft het altijd druk. En er is altijd wel iets wat belangrijk of belangrijker is. En volgens mij doe je het altijd voor die kinderen uiteindelijk. En die wil je, en daar maakt hij ook zijn formatie voor op orde. Hè, want ik bedoel, ik hoor die directeur nu ook al denken, ja, alsof ik daar niet mee bezig ben. Natuurlijk ben je daar ook mee bezig. Maar dit is wel wat zo, jij noemde het al, de onderzoeken. Hoe laag wij op de wereldranglijst staan, hoe ons onderwijs in. En we doen heel veel goed met elkaar. En iedereen die hier voor de klas staat, heeft het beste met de leerlingen voor. Maar we zien wel dat het niveau achteruit holt. Ja, daar moeten we toch wat in doen. En dan is dit volgens mij de basis. En overtuig je directeur daar ook vooral van. En neem hem mee en ga het gesprek met hem aan. Moet hij denken van goede huizen komen, wil hij dat van je verliezen? Ja. wil je dat van je winnen? Ja, en misschien moeten we ook nog overkoepelender kijken van wat zit er op dit moment in de opleidingen die directeuren volgen. Ja. Want daar is natuurlijk een speciale opleiding voor. Ja. Zit daar nog een stuk lezen in? Ja. Dat, weet je dat? Zit het erin? Ik weet het bijvoorbeeld niet. Ik weet zeker dat dat niet in alle opleidingen het geval is. Anders zou ik het zo niet zeggen. En dat we daar toch opnieuw aandacht aan moeten besteden. Ja, nou, dat is wel, en dat verschilt inderdaad ook een beetje. Ik ben op het moment zelf ook weer een master aan het volgen. En daar wordt juist het belang er wel van benoemd. Ook naar de nieuwe schoolleiders toe van dat je die moet doen. Dus het komt en het verschilt ook heel erg van waar volg je opleiding. En wat je net ook noemde, een stukje over de PABO's. Daar valt ook nog winst te behalen. En dat is soms ook het jammere, dat je kan binnen je eigen schooltje wel iets graag willen, maar een groter geheel. Ja, dan zeg je PABO's, maar leraaropleidingen vergeten. Zelfde verhaal. Ja, absoluut. En de leraren die er nu zitten, want dat is bijvoorbeeld ook een vraag van Liliane Bouma, hebben leerkrachten zelf voldoende algemene ontwikkeling om wat complexere non-fictieteksten goed te kunnen bespreken met hun klassen? Hoe kijken jullie daarnaar? Leerkrachten die nu voor de klas staan? Dat zou wel moeten. Zo simpel is dat. En ik denk ook als je met elkaar een lerende cultuur begint op school, dat als het nu niet zo is, dat is voor iedereen weggelegd in mijn ogen. Ik bedoel, dat als je met elkaar die cultuur begint, dat je met elkaar leest over boeken, over het onderwijs en over rijke taal en over wat je zou willen bereiken. Hoe meer leerkrachten lezen, hoe gemakkelijker dat ook wordt. Ja. Dus
ik denk dat we niet moeten zeggen van dat kunnen ze niet. Dat vind ik ook van een allerakeligste, ja, bijna minachting of wantrouwen getuigen. Ik denk dat wij dat allemaal kunnen of gaan kunnen en dat we dat ook gewoon moeten doen. Dat is waar we voor staan. Ja, daar nou, sluit ik helemaal bij aan. Dat, ja. Hoe zie je dat bij jullie op school? Want er zijn natuurlijk veel verschillen tussen leerkrachten. Hebben jullie nog iets gedaan om leerkrachten daarin te trainen voordat jullie hiermee gestart zijn? Nee. Nee, want we zijn vooral begonnen met de kinderen gaan lezen. Dat is het allerbelangrijkste. En we hebben ook al in de literatuur gelezen dat de docent daar een belangrijke rol bij speelt. Ik lees, en dat zie ik ook wel om me heen hoor, dat we op school vooral boeken lezen die de kinderen ook moeten lezen. Ik ben bijvoorbeeld nu zelf in Confetti-regen bezig van Bart Chabot. En zodat als je een kind ergens mee ziet worstelen, dat kind kan zeggen, weet je wat, ga dit boek eens even lezen, weet je wel. En dat zie ik wel steeds meer, dat we een adviserende rol hebben daarin. We hebben ook geen verwerkingsopdrachten of zo, het is puur lezen voor het plezier. En we hadden wel zoiets van, hè, dat hebben we ook wel, als je daarna weer een opdracht eraan gaat doen, dan wordt het weer zo'n Nederlands iets. Dus het is vrij lezen, lezen voor plezier, dat is de basis. En je kunt als docent adviseren, sommigen doen dat ook, maar nog niet iedereen, nee. En vandaar ook dat we het leesbureau hebben uitgenodigd om dat wat meer weer te stimuleren en daar wat meer mee bezig te zijn, om daar weer ook weer handvaten te krijgen. Ik zou daar ook nog wel iets op willen aanvullen. Het zijn niet altijd de leerkrachten die heel goed kunnen praten over abstracte teksten die kinderen aan het lezen kunnen krijgen. Dus wat we gezien hebben, want Erna heeft natuurlijk heel veel gewerkt in het mbo ook, op niveau 1. Kijk, de vraag is, wie is jouw rolmodel? Ja. Ja. En als ik geen grage lezer ben, is de leerkracht Nederlands niet mijn vetste rolmodel, zal ik maar zeggen. Maar als ik die van metselen of van, weet ik veel, hè, dus in een bepaald VMBO-vak, ik zie die lezen. Of zoals jullie net vertelden, ik zie de conciërge lezen. Dan wil ik daar wel even bij in de buurt lezen. Ja. Want ik kan mij identificeren. Dus er is ook zo'n prachtig artikel over de taalleerkracht en zijn vermalendijde liefde voor lezen. Die ik net ook met verven heb staan uitstellen, maar soms helpt dat niet om te overbruggen. Het helpt juist dat niet iedereen op datzelfde level zit. Als je die toch ziet lezen, dan denk je, ja, nou als die leest, dan ik ook, hè? Ja. Ik pak nog een vraag uit de chat, die is van Maxime en het gaat over Liz, daar hoorde ik jou ook iets over vertellen. Liz zegt, serieboeken is een no-go. Ze vinden dat kinderen op andere boeken gewezen moeten worden. Hoe denken jullie hierover? Want motivatie is toch het allerbelangrijkste? Ik ben zelf een van de ontwerpers van List. En wij adverteren in List serieboeken. Dus dit is er moet ergens een miscommunicatie zijn geweest. Dat kan niet anders. Ga jouw serieboeken lezen? Ik zat in de List-projectgroep. Serieboeken hebben daarin. Ik ga het meteen vanavond teruglezen. Alle. Kijk, wat de Hogeschool van Utrecht, waarmee ik toen samenwerkte, Tony Houtveen en Saskia Brokamp, wat heel mooi gebeurt, is dat al die boeken over List zijn online geplaatst. Dus je kunt dat gewoon allemaal gratis teruglezen. Dat hoef je niet te bestellen, dat staat er gewoon. Ik maak me sterk dat er stukken over serieboeken in zitten. Dus ik ga het meteen opzoeken, maar dit is echt, dit is precies tegengesteld aan wat List wil. Nou, hebben we dat gelijk even rechtgezet in ieder geval. Maar wat ik wel herken in de klas, is als kinderen bijvoorbeeld de boomhut ontzettend leuk vinden, dat kinderen daarin blijven lezen, dat het ook lastig is om ze eens een ander boek te laten lezen. Herken je dat? En heb je misschien tips? Ja, dan wordt het misschien gewoon andere boeken promoten. Ja. Maar je ziet wel dat kinderen vaak in een bepaalde serie blijven hangen. Ja, en dat is heel belangrijk dat ze die serie ook werkelijk uitlezen. Het is wel pech als er jaarlijks nieuwe delen blijven. Dat kan lang duren. Maar in principe is dus het uitlezen van zo'n serie, of tot en met dat het je toch een beetje gaat vervelen. Wat ik altijd deed, want wij begonnen ze ook zo, was dat ik ze de hele tijd, ze moeten echt een tijd doorlezen, dat is Stephen Krashen. De hele tijd doorlezen, gewoon narrow reading. Gewoon dat en dat en dat en niks anders. En dat is ontzettend goed voor de taalontwikkeling.
Omdat je steeds in diezelfde woordenschat en hetzelfde verhaal, het ene verhaal scaffold het volgende. Dus dan zit je helemaal niet met dit is een te moeilijke tekst. Nee, je bent al zo lang in hetzelfde bezig, dat het is helemaal niet meer moeilijk. Nee. En wat je doet is kinderen op het moment dat het eind een beetje in zicht is, of dat je denkt van nou, nu is het niet meer leuk, maar dat kan zeker een jaar duren. Dus je hoeft een jaar lang geen buikpijn te krijgen. Echt een jaar. Ik heb kinderen enorm zien vorderen op de CITO begrijpend lezen door alleen maar Het leven van een loser, maar wel de hele serie. En dat kan, want dat is geen verarmd taalgebruik, hè, Het leven van een loser. Kijk, zodra je alleen maar AVI-boekjes zit te lezen, gaat het wel ernstig mis, want daar ga je niet van vorderen. Dus daar moet je uit. Maar een paar AVI-boekjes kan wel, maar dan moet je zorgen dat er... En dan kijk je eigenlijk, dat deed ik altijd, dan zei ik van kom, we gaan eens even kijken, want ik heb nog wel iets voor jou wat hierbij aansluit. Dus dan ga je eigenlijk naar een volgende serie die een stapje verder is. Maar die een beetje in hetzelfde type boek zit. Ja. Maar die net ietsje meer geeft. Maar het voordeel van Het leven van een loser is dat het eigenlijk ook al rijke taal is. Het is alleen niet zoveel taal, want er staat helemaal niet zoveel taal op die bladzijde. Maar dat maakt ook dat je heel veel van die boeken kunt verwerken. Ja, helder. Ik kijk even naar de tijd. En we moeten alweer gaan afronden. Het is tijd voor boerenkool, denk ik. Ja. Ja. Ik heb daar nou zo'n prachtige tekst over gelezen vandaag. Kapsalon. Dus kapsalon, ja. Echt typisch Nederlands, ja. Kapsalon. Ja. Ik vond het een prachtige tekst. Ik ga het nog een paar keer lezen. Dat is jammer dat dit nou bijblijft. Ja. Dat de conclusie moet worden van de dag. Nee, ik denk dat de conclusie vooral moet zijn, we moeten het samen met elkaar doen. En daar hebben we iedereen bij nodig. En net dat we hier een prachtig voorbeeld hebben gezien van een stukje theorie en praktijk, hoe dat samen met elkaar kan. En ik hoop dat wij daar heel veel mensen mee geïnspireerd hebben bij deze middag in ieder geval. Voor de helft van de deelnemers zal de meetup dus zometeen ook opzitten. Voor de andere helft praten we nog even verder in de breakout rooms. Heb je je daarvoor opgegeven, blijf lekker hangen. Mocht je nu denken, ik heb me niet opgegeven, maar ik wil toch graag even napraten, blijf gewoon lekker hangen, dan delen we jou zometeen in een breakout room in. Sluit ik voor de helft in ieder geval eventjes af door te zeggen dat we volgend schooljaar nog een vervolg krijgen op de kennistafel effectief leesonderwijs. We zouden eigenlijk stoppen op dit moment, maar we mogen nog een jaartje door. En daar zijn we met z'n allen ontzettend blij mee. Volgend jaar gaan we bijvoorbeeld aan de slag met het afronden van de kwaliteitskaarten, waar we in de tweede meetup al mee bezig geweest waren. We gaan ze verspreiden en bekijken hoe we die kunnen implementeren. En we willen ook weer verder met enkele meetups. En ik zou het ook heel leuk vinden om ze fysiek of hybride te kunnen organiseren. Dat we ook met een zaal met leraren zitten. En bestuurders en directeuren, et cetera. Dus hopelijk gaan we daar volgend jaar mee aan de slag. Ik heb er al wel leuke ideeën bij. Dus ik hoop dat ik het erdoor kan drukken. je krijgt in ieder geval later vandaag, uiterlijk morgen, een enquête in de mail. Vul hem alsjeblieft in met de tips en tops wat je hiervan vond. Dan kunnen wij die meenemen bij de meetups die we volgend schooljaar willen gaan organiseren. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Mocht je geen deel uitnemen van de breakout rooms, zit hier denk ik zo'n leuk kruisje waar je op kunt klikken. En dan wens ik jullie nog een hele fijne middag en avond. Geniet van de zon in ieder geval. Blijf je hangen voor de breakout rooms. Hebben we zometeen even 5 minuten pauze. Pak even lekker een glaasje water. Je hoeft verder niks te doen. Automatisch word je ingedeeld in een room met ongeveer 10 sprekers. Daar zit ook een gespreksleider bij. Die zal het gesprek gaan leiden. En aan de hand van enkele vragen kunnen jullie in gesprek met wat er vandaag hier aan tafel besproken is. En aan het einde komen jullie hier nog eventjes terug. Nu eerst eventjes een korte pauze. Tot zo. En dan zijn we allemaal weer terug. Waarschijnlijk zat je net midden in een goed gesprek, had je net je beste argument om de ander te overtuigen en zie je mij weer in beeld. Het is even niet anders. Tot zover de breakout rooms in ieder geval. Jocelijn en Christel, ontzettend bedankt voor de gespreksleiding. Jullie maken even een kort verslagje van wat er besproken is en sturen dat naar iedereen van de kennistafel, zodat wij daar ook weer mee verder kunnen. Christel, ook enorm bedankt voor het modereren vandaag. Wat ik nog zeggen wil, er volgt dus een enquête later vandaag of morgen. Geef even aan wat je van de meetup vond en eventueel ook van wat er in de breakout room besproken is of wat je daarvan vond. Zodat wij daar weer mee verder kunnen bij de organisatie van een volgende meetup.
Vond je dit nu tof? Laat het ook aan anderen weten. Deel het op de socials. Ook deze meetup zal over enkele dagen weer op YouTube te vinden zijn. Zodat anderen die dit allemaal gemist hebben en ook nog eens terug kunnen kijken. Heel erg bedankt in ieder geval voor het kijken. En hopelijk zien we je volgend schooljaar opnieuw bij de kennistafel of waar dan ook. Fijne avond.